Ook heel erg leuk om te spelen? Ja. Ja? En hoe lang spelen jullie al blokfluit? Bijna een jaar. Bijna een jaar al. En dan kunnen jullie nu al zo goed spelen? Ja. Zo. Nadat ik mijn ANV-diploma heb gehaald, ben ik samen met mijn vriendin Rosa een instrument gaan spelen. Rosa heeft gekozen voor klarinet. En ik vind het echt super knap dat Rosa nu al zo goed kan spelen op dit hele moeilijke instrument. Hoi, ik ben Rosa, ik ben 12 jaar en ik speel klarinet. Hallo Rosa, waarom ben je dit instrument gaan spelen? Ik ben het instrument gaan spelen omdat het een instrument is die niet heel veel mensen kunnen spelen. En dat trekt mij altijd wel aan als niet veel mensen het doen. Hoe lang speel je al klarinet? Ik speel 5 jaar klarinet nu. En heb je hiervoor ook nog iets anders gespeeld? Ja, 1 jaartje blokfluit. Ik ben begonnen op een kleine altsaxofoon en ben daarna doorgegaan met een tenorsaxofoon, omdat mijn muziekdocent dit ook heel erg goed bij mij vond passen. Ik krijg nu nog steeds les van Marijke. Wat ga je spelen, Julia? De Intrada. De Intrada. Was dat niet een examenstuk voor jou? Ja, zeker een examenstuk. Was zeker, vond je het leuk, je examen? Ja, heel erg leuk. Hey, en nu kom je op les en dan ga je na je examen alsnog een examenstuk spelen. Is dat jouw idee of... Nou, eigenlijk had ik hem liever niet gedaan, maar speciaal voor jullie. Yay! Nou, de Intrada. Afgelopen juni heb ik mijn A-examen gehaald op mijn tenorsaxofoon samen met Pien en Jochem. Hallo allemaal, ik heb het stuurexamen. Ik moet een beetje stil zijn, want hier zo achter die deur zijn er al andere mensen examen te houden. Maar examen houdt dus in dat ik liedjes ga spelen op mijn saxofoon. En dan gaan dus mensen mij beoordelen. En als ik het goed doe en ik slaag, dan mag ik in het grote orkest. Zeg geslaagd! Nu ik mijn A-examen op mijn tenorsaxofoon heb gehaald, mag ik nu in het grote volwassenenorkest. We zijn nu heel erg druk aan het repeteren in de Witte Kerk, omdat we dinsdag 7 september een kermisconcert geven. Hoe leuk dat ik daar nu al in mag meespelen. Meld je dan nu aan en misschien zie ik jou wel volgend seizoen in de Witte Kerk heel veel plezier maken met muziek.